verder. We moeten zo gaan. Ron, goed dat je er bent. We gaan dit keer helemaal anders doen. Voor deze trip gaan we niet met het vliegtuig, maar gaan we met de auto. En als het goed is, Ron, weet jij waar we naartoe gaan. Ja, we hebben niet zo'n hele vliegende start, maar we gaan dit keer naar Luxemburg. Ja, we zijn nu ongeveer een uurtje of vier onderweg. We zitten inmiddels in België en we zijn onderweg naar de grotten van Hotton. Die grotten die sluiten zeg maar, voor de laatste gids als route door die grot heen om 4 uur. En de verwachting is dat wij daar om 1 voor 4 aankomen. Ja, maar gelukkig rijdt er voor ons scooterrijder af tot 20 km per uur door de bocht. En gemiddeld 35 kilometer hier door de berg heen. Dus het zal ongetwijfeld goed komen. Het zal er niet gebeuren dat we daar 4 uur lang heen rijden en dat we vervolgens goed niet aankomen. Dat is ook heel erg. Maar heb in ieder geval de grot ook al gebeld, zeg maar, de receptie. Ja, die vrouw die was erg meegaand. Ze zei, als je niet op tijd bent, dan zoek je het maar uit. Ja, bijnaam is toch Eucalyptus? Yes. Nieuwe meters. Daar in de verte ligt het dorpje Hotton, waar de grotten in kwestie liggen. We hebben nog 3 minuten op de teller. We hebben niet overzeggen. Ja, let's do it. We hebben het gehaald, hoor, de grotten. Zo is dat. Het heeft even wat tijd gekost. Die spanning, uiteindelijk zijn we er. Het is wel afgelegen. Het is heel erg verlaten. We hadden bijna de afslag gemist. Volle zijn ankers, maar uiteindelijk zijn we er. We gaan het wel zien, zo hoeveel meter gaan we naar de grotten? Ik dacht 70 meter. Into the caves. Zo, nou, we hebben de grot weer overleefd. Ja. Het was wel gaaf. Een hele mooie grot, ja. Ja, absoluut. Het was oké. Okay. Ja, nou, prima. Hij was wel leuk. Hij was in ieder geval een stuk vriendelijker dan Eucalypta. Ja, zeker. Die overigens in person niet veel vriendelijker was. Ik dacht dat jij met haar een band kon te krijgen, maar dat ja, leuk. Een maagband. Op naar Luxemburg. Yes. Hoppakee. Zo, het is inmiddels alweer dag 2 en we zijn onderweg naar de Moelertal watervallen. Deze liggen voor mij in het noorden, toch? Ja, in het noorden van Luxemburg. En hoe lang is het rij? Om precies te zijn 21 kilometer en 17 minuten. Nou, kijk eens aan. En ik hoop dat we er snel zijn, want er staat namelijk regen op het
op het menu al dus het weerbericht. Dus laten we hopen dat we het in ieder geval droog houden. Ja. Weet je, plank gas, maat. Dat is oké. Ik geef het allemaal door. We zijn natuurlijk onderweg naar de Moellertal watervallen, maar we zijn ondertussen ergens gestopt, namelijk hier, vanwege de natuur. Die is dusdanig indrukwekkend dat we eventjes moesten kijken. Nou, absoluut. We zien bergen, bossen, oude trappen, onder andere eentje achter ons. Daar zo. En natuurlijk, ik zal even uit beeld lopen. Stroompjes van water. Ja. Het werkt wel prachtig hier. We zijn inmiddels aangekomen bij de Moellertal waterval en hij is werkelijk waar prachtig. Absoluut, hij is heel mooi. En hij ligt hier, hij is op zuid. Tada! Achter ons ligt, daar om precies te zijn, kasteel Vianden. Ja, boven de berg. Daar hebben we nu naartoe. Yes, let's go! Let's go! We zijn nu midden in het kasteel. Kasteel Vianden. En we hebben de tickets gekocht, dus we gaan nu een rondleiding krijgen hier binnen. We zijn erg benieuwd. Het ziet er wel erg imposant uit, zo, om heel eerlijk te zijn. We zijn inmiddels afgedaald naar Luxemburgstad en we staan nu voor het Groot Hertogelijk Paleis. Klopt, dat is een van de highlights van Luxemburg. Het is niet denderend. Het ziet er leuk uit, het ziet er leuk uit. De hele stad is ook leuk oud, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar leuk stad om te shoppen, maar ook niet dat je zegt de highlights. Er staan geen mega prachtige monumenten. Tenminste, die heb ik nog niet gezien. Nee, ik heb ze ook nog niet gezien. Nee, misschien hebben we ze gemist. Maar het is een leuke stad om te winkelen en lekker te eten en een beetje te chillen, maar... Wij gaan zo even lekker eten, dat gaan we zo doen. Ik heb echt wel trek, man. Ja, ik ook. We gaan zo even eten. Ja. Nou Ron, daar zitten we dan. In het pizzeriaatje. In het centrum van Luxemburg. Ja. En in de tent, dus semi-buiten. Dat bedacht. Dit weer toch nog ergens.
buiten eten. Nou, we hebben pizza's besteld, die komen zo. Dan gaan we even lekker eten. Nou, laat ze maar komen. Het is allemaal van de honger, man. We zijn nu alweer op de derde dag. Wederom in de auto onderweg naar de Duitse plaats Trier. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat die stad eruit gaat zien. Het schijnt wel een oude Romeinse nederzetting te zijn. Het is best wel leuk om even te bekijken. Om het theater en allemaal zijn. Ja, veel oude gebouwen, hè? Alleen het weer. Het weer is echt nut. Het weer is niet zo heel best. Nee. Maar goed, Trier we come! Nou, we zijn eindelijk aangekomen in Trier, bij een van de hoogtepunten momenteel, Porta Nigra. Daar is hij dan. Een oude Romeinse poort, dus ik ben benieuwd, kan ik wel even naar binnen gaan kijken. Ja, ik ben benieuwd, hij ziet er wel gruwelijk uit, man. Heel oud, ja. Een paar duizend jaar oud. We zijn nu in de Porta Nigra. En het is best een indrukwekkend gebouw. Heel indrukwekkend. Mooi oud, vind ik het zelf. Ja, gaaf hè, wat die Romeinen allemaal hebben gemaakt. Bouwen vonden ze wel. Ja, absoluut.